Russische offensief is al begonnen en er is geen enkel teken dat Poetin zich voorbereidt op vrede. Scherpe teksten van NAVO-topman Jens Stoltenberg in aanloop naar een bijeenkomst van defensieministers vandaag in Brussel. Gaat er, zolang er Russische dreiging is, nog meer geld naar defensie? Dat is iets wat vandaag besproken gaat worden. Stoltenberg zegt onder andere wat hij al maanden zegt eigenlijk. 2% van het bruto binnenlands product, dat is de absolute ondergrens. Voor Nederland zou dat neerkomen op 20 miljard in 2024. Is er binnen ons land eigenlijk voldoende steun daarvoor? Ik denk dat in ieder geval politiek niet men per se afwijzend hier tegenover staat. Er moet natuurlijk gekeken worden of het allemaal past. En dat zal elk land voor zich moeten bepalen. Maar ik denk wel dat er een soort gezamenlijk streven komt om dat te kunnen ophogen. Ja. En dat is 2%? Het is nu 2%. Maar het moet dus meer worden van Stoltenberg? Ja, en wat het dan precies wordt, 2,2 of 2,3, dat weet ik niet. Maar dat ligt ook aan waar men toe besluit natuurlijk. Maar er is wel meer nodig dan aanvankelijk voorzien. Aanvankelijk was alles gericht op het herstel van de defensiecapaciteit die decennia lang bezuinigen, zeg maar, behoorlijk was afgebouwd. Nu komt erbij natuurlijk steun aan de Oekraïne in directe zin. Mm-hmm. Dat kost ook geld. En dat is de langere termijnvisie. Ook als dit conflict voorbij is, moeten we toch nog voor langdurige tijd rekening houden met een dreiging vanuit Rusland. Omdat die ook bezig zijn op langere termijn, voor de langere termijn investeringen te plegen om hun capaciteit omhoog te krikken. Ja, en dat betekent een voorwaartse presentie van NAVO-eenheden langs de grens met Rusland. Ja, en dat kost ook geld. Ja, want wat vinden andere NAVO-landen hier dan eigenlijk van? Eigenlijk is men hier al behoorlijk eensgezind in. Sommige landen zijn er fanatieker in dan wij. Als je kijkt naar de Scandinaviërs en de landen, de Baltische Staten en Polen bijvoorbeeld, die direct aan Rusland grenzen, dan lopen die voorop wat dat betreft. Andere landen zijn wat gematigder, wat verder weg van Rusland en zo. Dat zie je natuurlijk ook in Nederland wel een beetje. Maar uiteindelijk moet men er samen uitkomen. Dus dat betekent wel dat er aan beide, door alle partijen toch naar een compromis moet worden gesteld. En gaat dat dan dus ook nu deze week gebeuren? Hoe nee, dat? Ik denk dat deze week een soort voelen ook bij elkaar is van hoe staan de landen er onderling tegenover. Daar zal een soort van intentie uitkomen, maar dat moet uiteindelijk natuurlijk bij de hoofdsteden worden neergelegd, bij de nationale parlementen die daarover beslissen. En dan hoopt men, denk ik, in juli, want dan is er weer een formele vergadering, een besluit te kunnen nemen. Meneer Yassin, hoe wordt er eigenlijk binnen uw partij over gesproken? Ja, de VVD vindt het heel belangrijk, want het gaat om onze veiligheid in ons land, in Europa en zeker ook tegen de dreiging van onder andere Rusland. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon in de Verenigde Staten de zogenaamde weerballonnen gezien met spionageapparatuur vanuit China. Dus je zult daar ook gewoon als land, maar ook als continent moeten investeren in je veiligheid. En dat betekent dus inderdaad ook gewoon dat je naar die NAVO-norm toe gaat en dat je daar uiteindelijk als minimum het inbrengt. Dus voor de VVD is het eigenlijk gewoon vanzelfsprekend en logisch dat je die investering ook gewoon doet. En het ophogen ook? Ja, absoluut. Als het aan ons ligt, zeker. Dat staat ook in ons verkiezingsprogramma. Ik ben ook blij dat het kabinet ook gewoon extra investeringen heeft gedaan. Dat is ook de wens van de VVD geweest om die extra investering te doen. Juist ook om ons land ook veilig te houden. Ja, want in hoeverre is Oekraïne, hè? U zei het net al even, dat is ook een belangrijk onderdeel waar veel geld naartoe is gegaan om ze voor te bereiden op dat nieuwe Russische offensief. We hadden het er net al even over, het is geen blitzkrieg, maar het is wel al aan de gang. In hoeverre is Oekraïne daar goed op voorbereid? Nou, kijk, moeten we goed bedenken, Oekraïne is niet weerloos. Het afgelopen jaar is Oekraïne behoorlijk versterkt vanuit het Westen, met zware wapens ook, luchtverdediging en ook artillerie, zeg maar. Er is een besluit om tanks die kant op te sturen. Die zijn er nog niet. Uiteindelijk? Uiteindelijk. En er is zelfs sprake van jachtvliegtuigen op dit moment. Maar het is wel zo dat Oekraïne nu over honderden tanks beschikt. Deels buitgemaakt op de Russen. Behoorlijk aantal zelfs. En met die artillerie en die tanks en door het Westen getrainde soldaten, zeg maar, moeten ze in staat zijn om dit offensief uiteindelijk een halt toe te roepen. Is het voldoende? Of willen ze nog meer? Nee, want ze willen uiteindelijk de bezette gebieden terugveroveren. En daar is meer voor nodig. Daar kun je die tanks met name bij gebruiken en uiteindelijk ook jachtvliegtuigen. Ja, want we hebben natuurlijk dat hele verhaal gehad over die Leopard-tanks. Dat was heel ingewikkeld om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Hoe zit dat dan bij die vliegtuigen? Dat zal ongeveer net zo ingewikkeld zijn. Want geen enkel land wil dit alleen voorstaan. Dus dat betekent eigenlijk dat er gezamenlijk moet worden opgetreden.
En kijk, het moment is opportun. Ik denk dat ze dat in Oekraïne ook heel goed doorhebben. Omdat verschillende Europese landen hun F-16's aan het vervangen zijn door de F-35. En er dus tweedehands F-16's beschikbaar komen. Die, als ze niet naar Oekraïne gaan, verkocht worden naar Zuid-Amerika of het Midden-Oosten of zoiets. Maar het klinkt als een hele eenvoudige beslissing. Ja, nou, in de praktijk zijn zelfs de meest simpele dingen heel moeilijk om uit te voeren. Want die landen moeten op één lijn komen. En er moet ook worden gesteund door de Verenigde Staten. Want net zoals Duitsland als fabrikant van de Leopard, moet Amerika als fabrikant van de F-16 toestemming geven voor dit verhaal. Gaat er eigenlijk ook over gesproken worden nu dan deze week? Ik denk dat er gisteren over gesproken is. Want voorafgaand aan de ministeriële vergadering is de contactgroep van landen die Oekraïne steunen ook bij elkaar geweest. Het zogenaamde Ramstein-platform noemt men dat ook wel. Mm-hmm. En daar zal er zeker over gesproken zijn. En mogelijk dat er aan marge van de vergadering in zijkamertjes nog wel even... Maar het staat niet officieel op de agenda? Nee, want de NAVO gaat niet over de steun aan de Oekraïne. Dat zijn individuele landen. De NAVO kan, de hooguit in coördineren of afstemmen. Maar de NAVO zelf besluit niet of er steun wordt geleverd aan Oekraïne. Dus de NAVO-norm, daar gaat het officieel over. Ja. En in de achterkamertjes hebben we het over de F-16. Dus dat is eigenlijk hoe het dat zou kunnen, maar nogmaals, de NAVO stuurt daar niet in. Ik snap het.